Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video op Banjo Town. Vandaag ga ik FIFA spelen met mijn Go Ahead Eagles. Ga ik de grote IJssel Derby aan tegen PEC Zwolle. Ik heb nog nooit FIFA gespeeld, dat was FIFA 14. Het is echt 10 jaar geleden dat ik het heb gespeeld. Laat staan op de computer, want als ik het speel, zijn meestal op een Xbox of PlayStation. Yo man, dit wordt een hel. Tot zo na de intro. Nou, daar gaan we, dames en heren. De Eredivisie. Hoi, Evert ten Apel. Go Ahead Eagles, de club der clubs, natuurlijk. Daar komen ze het veld op. Kijk eens nou. Applaus. Dit is zo'n ramp. En we gaan beginnen. Oké, eens even kijken. Hoe sprint ik? Zo. Oh, pak die bal! Ja, oké, we hebben de bal. Oh! Het is toch zo'n ramp, dames en heren, weet je. Oh, dat was een goede sliding. Oh! Hey! Nee! Kut, sorry. Schat. Hoe kop ik? Zit koppen? Pak de bal. Ik heb de bal. Ga weg. Oké. En here we go. Fuck die sideways. Volgens mij. Wat een kutpaas. Ja. Oh, dit had ik ook niet. Ik weet niet wat ik moet doen nu. Hoe schiet ik? Dit is een ramp. Ja. God allemachtig zeg. Oh, die was mooi. Nee! Wat was dat nou voor paas? Oké. Ik weet niet wat dat opsloeg, maar dankjewel, denk ik. Kom op mensen. Eagles. Voor de mensen die het niet weten, Go Ahead Eagles komt uit de eventuele. Alsjeblieft, jongens. Paniek, er is paniek in het strafschopgebied. Natuurlijk, ik verlies nooit. Ik heb nog nooit verloren in de FIFA. Dat gaat ook nu niet gebeuren. Rennen! Oh, dit gaat nog goed ook. Naar binnen. Jammer. Ik had wel even echt het gevoel dat ik ergens naartoe kon gaan met die actie. Jammer mensen. Kom op! Oh jee, nu zijn we de lul. Nu zijn we beheerlijk de lul. Toch niet zo heel erg. Gelukkig is Zwolle ook niet zo goed in dit spel. Ah, dat is mijn ringtone, ja. Ik denk serieus dat doordat ik met Eagles speel, dat het alleen maar moeilijker wordt voor Eagles om te winnen. Echt waar. Ze zijn al niet goed in FIFA. En als ik het dan ook nog een keer ga bespelen. Oh man. Oh, wat dat? Oh, dit was toch een flauwe. Oh! Zag je die tackle? Vol op zijn bakkes. Oh, nee. Nee, buitenspel alles alsjeblieft mensen. Oh, wat een schande. Oh, wat kut. Oh, wat is dat kut zeg. Oh, gossie mijne. Oké, we hebben nog geen één keer kunnen schieten op goal. Half uur verder en we staan 1-0 achter. Wat is dat kut. Ja. Hoppakee. Oh, wow, wat een mooie. Oké. Nee, tering, kut. Ik was vergeten om met mijn pijl te mikken en mijn cupmuis. Waarom ren je nou niet gewoon naar die motherfucking bal toe? Het is niet alsof je meerdere opdrachten hebt in het leven ofzo. Je hoeft alleen maar die bal te pakken. Benson. Daarvoor word je betaald. Oh, gossie verpotverdomme. Scheelt bijna niets. Nou, het scheelt al behoorlijk veel. Oké, laat me even. Ja. Kijk, we doen hem diep op hem. Heel diep. Kijk.
Pak die bal. Oké, dat ging fout. Ja, ja, ja. Wow, ik weet niet hoe ik schiet. Ik weet niet hoe ik schiet. Doe iets. Doe iets. Corner, corner. Oké, geen corner. Dit is echt een... Ja. Maar kom op. Dit is toch volkomen kut. Dit is echt volkomen kut. Hoe schiet ik in het... Oké. Hoe ga ik schieten? Hoe gaan we in godsnaam schieten op goal? Hoe gaan we schieten op goal? Ik weet het ook niet. Controller instellingen. Je hebt dit scherm, oké, dat maakt me helemaal niet uit. Oké, hier. LMK. Daar gaat het om. Ik moet weten, LMK. Ik weet niet wat LMK is. Ja, dit is... Oh, doe weg die bal. Doe weg. Ik dacht echt dat het even 2-0 ging staan nu. Ik zat al helemaal van, ja, dit is kut. Buitenspel, buitenspel. Helemaal buitenspel. Goed gezien, scheids, goed gezien. Kijk dan hoe erg buitenspel. Rood-gele lijnen voor Go Ahead Eagles, natuurlijk. Mensen gunnen het me gewoon. Ik weet het, ik weet het. Ik gun het mezelf ook. Heel diep op zijn goal. Oké, en... Natuurlijk, natuurlijk. Dit was de actie waarmee ik ging scoren. Oké. Let op. Nu komt hij, nu komt hij, nu komt hij, nu komt hij, nu komt hij. Nu. Doe iets met je leven. Oh, waarom? Dat was waarom een lopje. Ja, het was, hij staat zelf in de goal nu. Oké, sorry. Ja, maar leuk, daar heb je niks aan. Oh. Waarom sta je nou buiten spel, lul? Ja, omdat hij in de goal stond. Wie zet hem in de goal? Deze man. Het is ook weer waardeloos. Het is echt volkomen waardeloos en kut. Tranen van verdriet en wanhoop over mijn wangen zometeen hoor, na de opnames. Oh, god, man. En ik wil Eagles landskampioen maken. Doe die bal naar mij terug. Dat was mijn bal. Oh, god, god, god. Oh, god. Oh. Oké, we hebben de bal. Ja, ja. Oh, doorgebroken. Ja. Ja, oh, ja, oh, tering, het is gelukt. Wat er gebeurde daar? Wat? Oh, dit is niet te geloven. Oh, tering. Oh, wat deed ik? Wat deed ik? En het was weer een lopje. Ik had alleen maar lopjes. What the fuck? Oké. Nog een keer. Pff, dit is toch echt. Ik zag dit oprecht niet aankomen. En ik heb nog steeds geen idee wat. Oké. Voor de winst, voor de winst. Oh, motherfuckers. Pak. Ja, oh! Oké. Doe iets! Schiet hem! Kijken of hij hem over de keeper krijgt. Ik dacht echt even, het gaat nog gebeuren ook. Jammer. Oké, ah, kom! Op! Nee! Code rood! Oh! Rennen met de bal! Schop hem maar naar voren. Doe nu! Oh, god, man. Ik weet ook niet wat er nu allemaal is gebeurd en wat er allemaal gaande is in alle eerlijkheid. Gewoon, huppakee, naar voren, jongens. Oh, god. Ja. Oh, ik ben veel te enthousiast nu. Ik ben echt helemaal enthousiast. Het is niet goed. Maakt niet uit. Nee. Ga weg, alsjeblieft. Ik vind het ook goed. Ja, oh. Oh, wat doe ik? Doe iets. Oké, jammer. Pak die bal. Oké, schop. Oh jee, dat was niet goed. Kan ik een po... jammer. Ik kan ook alleen maar zeggen, pak die bal. Ik ben echt een waardeloze supporter. Pak die bal, man. Dat is meestal gewoon de essentie van voetbal überhaupt al. Oh jee, waarom lijkt er nou een gat vallen in de verdediging? Nu kan er het slotoffensief. Zo, cornertje erbij. Oké, hou het op de 1-1. Als je...
Houd alsjeblieft op de 1-1, jongens. Oh, dit is verschrikkelijk. Oké. Oké, ga maar. Oh, kijk, ik loop daar. Hallo. Oké, weg met die bal. Pak die bal. Nee! Oh! Kijk dan. Ik dacht echt, mijn leven is voorbij. Oké, hoe lang hebben we nog? 10 minuten. Oh, godverdomme. Rennen voor je leven, rennen voor je leven, rennen voor je leven, rennen, rennen voor je leven. Oh, jongens. Oh, corner? Corner voor mij. Alsjeblieft, geef mij. Oké, ik weet niet hoe ik een corner moet nemen. Ik heb een corner, maar ik weet niet hoe ik het moet nemen. Nou, we doen zo. Dat was volkomen waardeloos. Oh, god allemachtig. Oh jee. Wat? Oh, nee. Ik snap er de ballen van. Oh, godverdomme, man. Mijn hart. Ja, oh, ik heb de bal. Natuurlijk heb ik de bal. Oké, nu. Hoppakee. Doe maar wat. Oh, ik dacht ik kan het. Zou dat zo maar niet kunnen ook. Oké, 1-1. Het is gewoon 1-1. Ik had dit nooit aanzien komen. Mensen, ik ga jullie heel erg bedanken voor het kijken naar mijn allereerste FIFA-video. Het is heel lang geleden dat ik het heb gespeeld. Ik ga opzoeken hoe het allemaal precies werkt. Maar het is 1-1. En ja, ik ben heel blij ermee dat het 1-1 is. Kut goal. Dat was een hele lelijke goal die je nu in beeld ziet. Man, ik moet hier van bij komen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik check jullie. Later. Bye.